onze Ford runner-up Miss Fashion 2017. Alle stilte in de zaal, alsjeblieft. Emily Carmona. Emily Carmona, ze kwam als het eerste op het podium. Buenas noches, zei ze. Nummer 4. We hebben ook een third runner-up Miss Fashion 2017. Third runner-up Miss Fashion 2017 gaat naar Jana Breugelmans. Jana Breugelmans wordt third runner-up van vanavond. Een glansprestatie en uiteraard horen daar ook bloemen en lintje en heel veel applaus bij. Onze second runner-up, en daarmee gaan we naar de top 3. Miss Fashion 2017. Uw applaus voor Oriana van Mosselaar. Oriana. Second runner-up. Ja, en kijk gerust eens in de zaal, Oriana, want er zijn daar fans die een prachtig spandoek mee hebben voor jou. Onze first runner-up. Onze first runner-up Miss Fashion 2017. Uw applaus voor Nathalie Guns. Nathalie Guns die wordt first runner-up van Miss Fashion 2017. En dan, Lisbeth, dan is er volgens mij maar één plaatsje meer over. Klopt, lieve Ines, dan wordt het tijd om jouw kroontje door te geven. Want het meisje dat plaats mag nemen en dat de geschiedenis ingaat als de 10e Miss Fashion, als Miss Fashion 2017, mag ik een hartelijk applaus voor Anna Kapitein! Limburg. Mag ik uw applaus voor Melissa Bouvry en Brit Zijzens? Melissa en Brit, jullie mogen erbij komen vooraan. Het kindje wordt jullie aangeboden. Hun koffers staan klaar en zoals Lisbeth zei, morgenochtend gaan die richting de zon, richting Turkije. En dan hebben we ook nog twee meisjes die ons land vertegenwoordigen op Miss Humanity Universe in Libanon. We hebben een Miss Humanity Universe Belgium en een Miss Humanity Universe Benelux. Mag ik uw applaus voor Anna Kapitein en Laure Goossens? Laure Goossens en Anna Kapitein en die gaan naar Libanon.
Voor de mama en de papa en de vriendjes, ik heb het daarnet nog even geverifieerd. Het is er veilig. Zweer het u. We sturen ook een Miss Tourism World naar Maleisië. Het meisje dat daar Benelux mag vertegenwoordigen. Op Miss Tourism World in Maleisië. Uw applaus voor Jana Breugelmans. Jana Breugelmans, die mag binnenkort naar Maleisië. We hebben ook twee meisjes die ons land gaan vertegenwoordigen op Pageant of the World. Belgium en Benelux. Uw applaus voor Nathalie Gunt en Emily Carmona. Nathalie en Emily, die mogen erbij komen vooraan. Ook proficiat. En dan zijn er ook nog twee meisjes die naar Malta vertrekken. Zij gaan er volgend jaar ons land vertegenwoordigen op Miss European Tourism. Belgium en Benelux. Uw applaus voor Kimberly Bosmans en Oriana van der Mosselaar. Kimberly en Oriana die mogen naar Malta volgend jaar. Prachtig eiland. Echt waar, Lisbeth. Weer een maand geweest om een film te gaan. Schitterend eiland. En dan hebben we nog één titel uit te reiken, maar dat zal de allerlaatste zijn. Want we hebben het er net al verteld, Isha Frederiks die mocht vorig jaar naar Miss Summer. En daar won zij een internationale titel. Ines die mocht dit jaar naar Miss Summer. En daar won ook zij dezelfde titel. En dit jaar gaan we ook Miss Fashion 2017 naar Miss Summer sturen. Dus het meisje dat straks wint, die mag volgend jaar ook daar ons land vertegenwoordigen.